Hier heb ik nog van gedroomd sinds mijn pensioen. Hè? Rust, een lekkere kop koffie en de krant. Ik ben gewoon dromen zijn bedrog. Maar als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Denk je dat ik hierom met jou getrouwd ben? Nou, ik heb geen flauw idee waarom jij met mij getrouwd bent. Nee. Waarschijnlijk was het volle maan. Waarschijnlijk wel, ja. Ik moet gewoon knippen. Kom en dicht! Zo, de ju moet dat zo hard. Ik wou even wat zeggen. Nou, een beetje geduld zou je sieren, meneer de ex-burgemeester. Jongens, wat is er met jullie aan de hand? Ja, zijn schuld. Niet allemaal tegelijk. Anna, waar sta je in Rotterdam bij elkaar te gillen? Om Piet. Ik sta me om te kleden voor de wedstrijd. En dan kom ik erachter dat hij ze geschoren heeft en zijn stoppels niet heeft weggespoeld. Stoppels, Piet? Ja. Ja, weet je, zij draait nooit het dopje op de tube tandpasta. En het is zo goor. Dan krijg je allemaal van die harde klontjes tandpasta in je mond. Dat haat ik. Ja, vertel mij wat. Jij spuugt het altijd uit in de wasbak. Ja, ik sta mijn tanden te poetsen. Waar moet ik anders spugen? En dan blijven die stoppels gezellig plakken aan die tandpasta, ja? Weet je wel hoe goor dat is? Opgedroogde stukken tandpasta met stoppels erin? Denk je dat ik het leuk vind om te ontdekken dat jij mijn scheermes hebt gebruikt om je oksels te scheren? Ik heb gisteren een bikini gekocht, lieverd. Mijn oksels hadden er helemaal niets mee te maken. Ja, jongens, zo kan ik wel weer, hè? Tandpasta, stoppels, hoe oud zijn jullie eigenlijk? Nou, oud genoeg om zich te scheren. Oh, jongen, wie zegt? Oh, zo kan ik wel weer. Wat verdikke me zeg, jullie zijn getrouwd, jullie zijn volwassen. Gedraag je eraan, geef elkaar een kus en geen geleuter meer. Kom, schiet op. Hij heeft zich geschoren, jij hebt je tanden gepoetst. Geef elkaar een kusje. Ja, heel goed. Ja, dat mag ook. Oh, het is dan zo laat, ik moet echt haasten. Ik geef je wel een lift. Dag. Doei. Hoe vind je het? Ruzie, kusje. Daar word je toch ook moe van, denk ik? Hoe is stilte? Stilte. God! Meneer Stevens, wilt u dat nooit meer doen? Wat kom je zo vroeg doen, Harry? Nou, de politie heeft mij nou pas losgelaten. Wat was je gearresteerd, waarom? Nou, omdat Joopie harder kon lopen. Zeg, wat is er nou weer aan de hand dan? Nou, dat nieuwe uithangbord, weet je wel, voor die zaak met Maria. Nou, dat oude kreng moest eraf natuurlijk. Oh, ik begrijp het al. Het is of op iemand zijn hoofd gevallen, of u was vergeten de vergunning aan te vragen bij de gemeente. Ja, nou, hoe kan ik nou weten dat je de vergunning moet aanvragen om een nieuw uithangbord op te hangen? Ja, Harry, met alle respect, maar je wordt niet gearresteerd vanwege een vergunningkie. Nee, maar wel als je de politie vuile glupo's noemt met de hersens van een granaal natuurlijk. Ah, schelden. Is dat een nieuwe tactiek, hè? Voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, meneer Buijsma, je moet toch toegeven dat... Wat is dat nou voor een wet als ik niet eens in mijn eigen huis op mag hangen wat ik aan mijn eigen huis op wil hangen? Als u het niet met een wet eens bent, dan moet u hem veranderen, maar niet overtreden. Nou ja, goed, ik ga het morgen wel naar het stadhuis, dan geef ik ze wel een potje gratis pesto saus. We leven in een democratie, meneer Stevens. Zoek iemand op in een positie die je wet wel kan veranderen. Harry, stel je zelf verkiesbaar, dan kun je alles zelf regelen. Ja, of betaal de boete. Ja. Hé, wat is goedkoper? Wat u betreft zal het niet veel uitmaken. Nou, ik ga het even kijken hoe het met Joopie is. Mag ik even bellen? Nee. Nee, die meneer Buijs. Hallo Joop, met Har... Wat bedoel je nou, dat ik je daar gevonden heb? Daar woon je toch? Oh, maar... Joop, als je dan ondergedoken bent voor de politie, wat doe je dan thuis? Ah, dat is de laatste plaats waar de politie jou zal zoeken. Maar Joop, als je dan iedere keer de telefoon opneemt, dan hebben ze dat natuurlijk zo door, hè? Hallo? Hallo? Hij heeft die leemmiegel opgehangen. Ga hier zitten en verroer je niet. Soms ben je echt gestoord, weet je dat? Ja, nou die Dorrie Midders die haakte haar hockeystick achter mijn knie. Express. Dat is al de vijfde keer in 2 maanden. Ja, ga dan praten met die scheids. Ja, ik heb gepraat met die scheids. Ja, nadat je Dorrie bij de haren had gegrepen en in het gras had geduwd. Waar sloeg dat nou weer op? Eens kijken. Nou. Dat is een schitterend blauw oog, ja? Nou, ik weet het ook niet hoor. Ik werd gewoon ineens zo agressief. Ruzie met Piet? Nee. Ja, het was zijn schuld niet hoor. En de mijne ook niet, dus. Of, nou, misschien was het zijn schuld wel. En de mijne ook. Of nee, maar heb jij wel eens van die opgedroogde klontenstukken tandpasta gezien met stoppels erin? Als je mij vraagt, Anna, zien jullie elkaar gewoon te veel? Hoezo te veel? We zijn getrouwd hoor. Ja, precies. Jullie leven samen, jullie eten samen, jullie slapen samen, jullie werken samen in de praktijk en dan geeft hij je ook nog bijles. Ja,
Zo'n huwelijk is net als chocola. Soms eet je er gewoon te veel van in één keer. Hallo, gaat het niet lekker? Dit is mijn tas. Ik geloof dat jullie zijn verdwaald in de herenkleedkamer. Goh, hé, Natas, ben jij verdwaald? Zeg, jij bent toch Natasja Bolkens? Ja, dat klopt. Ja, ik ben Dirk van Leeuwen. Ik zit een jaar hoger dan jij. Oh ja, jij bent degene die als ranger heeft gewerkt in een reservaat in Zuid-Afrika. Ja, Kenia. Oh, dit is een vriendin van mij, Anna Bol. Die zit in mijn jaar. Hoi. Hallo. Mooi blauw oog heb je daar. Ja, nou, dat is niet mijn schuld. Nee. Jij was toch degene die bovenop het hoofd van dat andere meisje zat, hè? Ja. Hey, weet je, de volgende keer moet je eerst haar stik afpakken. Oh ja, zou ik doen. Ik ken Anna al heel lang. Zij is getrouwd, ik niet. Nee, zij is lesbisch. Ah. Maar ik maak uitzonderingen. Anna niet, die is heel trouw. Oh, luister, ik moet zo spelen. Komen jullie kijken? Ja, leuk. Laat ik jullie zien hoe je een overtreding maakt zonder dat je gepakt wordt. Oh ja. Oké, okay. Tot zo. Dag. Zeg, hé, Natas, een man en trouw, bedankt, hè? En ik dan, lesbisch, jij bedankt. Als je dit nou zo tegen je oog houdt, dan is dat goed. Willem, wat heb je nou op de ogen dan gehakt? Half om half. Dat is varkensvlees. Dat is nog niet goed genoeg voor. Doe zeg, laat staan voor mijn kleindochter. Haal het eraf. Doe weg. Doe weg. Hier. Biefstuk van de haas. Oh, hoofd achterover. Zo. Oh, dat ruikt iets in mijn oor. Ja, dat is de marinade. Is goed voor je. Nou, gehakt was altijd goed genoeg. Voor mij en mijn vader vroeger. Ja, en rauwe aardappels ook. Jullie zijn de enige twee die van een blauw oog een politieke kwestie kunnen maken. Volwassen vrouw met een blauw oog is een politieke kwestie. Nee. Wat heeft het feit dat ik een vrouw ben er nou weer mee te maken? Ja. Fysiek geweld is niet een vrouw voorbehouden. Nee, die hebben andere probleemoplossende methodes, zou ik maar zeggen. Wat is er met die? Ik denk dat jij en ik eens een gesprek moeten hebben over vrouwelijke agressie. Ik denk dat dat niet nodig is met u. Ga dan zitten. Ik denk dat ik maar eens ga zitten. Als je me goed onthoudt wie er echt van het zwakke geslacht is. Ja, Millie, dankjewel. Nou, dankjewel, hè, Millie. En bedankt ook voor het vlees. En nou ga ik Piet even helpen met Ricky. Harry. Hè? Tijden veranderen. Ja, Millie, daar zijn we het helemaal mee eens. Ja, mee eens. Nou, ik weet niet wat er nou sneller groeit. Ricky of zijn berg vuile luiers. Ah, schat, eten we biefstuk vanavond? Ja. Piet, ik moet even met je praten. Ja, het spijt me van vanochtend. Nee, laat maar, dat is wel goed. Maar dan wil ik wel even met je over praten, kom. Ik heb zitten denken, hè. En ik denk dat we wat meer dingen apart zullen moeten doen. Apart? Oh. Ja, weet je wel, een beetje je eigen leven leiden. Ik mis je namelijk zo. Je mist me namelijk zo. Je mist me namelijk zo. Is dit weer een van die vreemde vrouwen dingen? Hey Piet, ik wil je alles kunnen vertellen. Nou, je hebt me vanochtend anders een hele hoop verteld. Nee, ik bedoel echt vertellen, weet je wel. Zoals vroeger. Ik wil je dingen kunnen vertellen en dat jij dan verrast bent. En dan zeg je, goh Anne, wat goed dat je dat gedaan hebt. Of je zegt, ja zo Anne, vind ik wel heel stom dat je dat gedaan hebt. En dan kom ik thuis en dan kan jij vertellen wat je hebt meegemaakt. En dan kan ik weer verrast zijn en dan zeg, goh Piet, wat goed dat je dat gedaan hebt. Of juist... God, Piet, dat vind ik wel heel stom van je. Nou, precies. Ja. Maar hoe kan ik dat nou zeggen als je al alles weet en ziet? Ja. Nou ja, dan moet je toch maar iemand anders zoeken om je te helpen met je tentamens. De rest geef ik namelijk niet zo graag op. Nee. Oké, dan zal ik gelijk iemand gaan zoeken. Hé, en dan doen we wat meer dingen voor onszelf, maar dat is te gek. Dan ga ik weer eens met de jongens op stap. Nog even iets over wat we wel samen hebben gedaan. Hoe komt het dat onze zoon steeds groter wordt terwijl er meer uitkomt dan erin gaat? Hallo, hier is Harry. En Jopie. Niet meer voortvluchtig, meneer Gelijnsen. Nee. Nou, u had hem moeten zien toen er 6 straten verder op de sirene aan werd gedaan van de zieke auto. Ja. Jongens, wat kunnen we voor je doen? Buiten het borreltje natuurlijk. Nou, ik heb besloten om jullie advies op te volgen. Zo, welk advies? We hebben u de laatste jaren 2 maal per dag advies gegeven, dus de keuze is dus nogal ruim. Ik ga mij verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad. Nee. Ja, want ik heb besloten om de wetten te veranderen in plaats van ze te overtreden. Goed idee, hè? En dan kunnen we over 20 jaar zeggen, meneer Stevens,
ex-burgemeester van de mooie stad Rotterdam. Ja, net als meneer Buis, leuk toch? Ja, maar Harry, je ligt nou net in scheidingen met de nieuwe zaken aan het opbouwen. En nou wil je weer in de gemeenteraad? Nee. Kijk eens, Harry Stevens wil zijn leven veranderen. Ja, hey, maar je kan je niet zomaar verkiesbaar stellen. Dan moet je lid zijn van een partij. Nee, hij is voor zijn rood koperen. Harry Stevens wordt de lijsttrekker van onze eigen partij. De Partij voor Vrijheid en Commercie. De PVC. Ja. Meneer Stevens, je kan niet zomaar een partij oprichten. Daar heb je alle mogelijke dingen voor nodig. En vooral handtekeningen. Nou kijk, dat is nou precies het advies wat wij nodig hebben. Ja. Handtekeningen. Hey, schrijf dat eens op, Joop. Ja. Kijk, Joop is mijn secretaris. Ja. Waarom wil je ineens het gemeentebestuur, Harry? Nou, Joop en ik die willen iets teruggeven aan de samenleving. Oh, dan kan je beginnen met mijn grasmaaimachine. Ja. En die 1400 gulden die je me nog steeds schuldig bent. Ja. Voor die verfschade en van dat ons. Dat zilveren serveerblad wat ik vorige week geleend heb voor het feestje. Nee, niks naar jou. Dat zilveren serveerblad wil ik terug. Nu. Meneer Buizen, u krijgt alles terug. Dat is onze eerste verkiezingsbelofte. Ja, schrijf dat op, Joop. Ja, dat klinkt buitengewoon hoopvol. Luister, het spijt me hoor, maar ik denk niet dat jullie zoveel kans maken. Oh nee, ik denk dat er een heleboel fatsoenlijke mensen zijn die op Harry Stevens willen stemmen. Maar meneer Gleinsen, wij zijn fatsoenlijke mensen. En ik ben het wat dat betreft helemaal met Millie eens. Oh, dus jullie zijn niet genegen om een paar vrienden te helpen? Ga nou zitten, is je kinderen achter zich. Wat willen jullie weten? Nou, hoe we ons moeten presenteren. Hoe we zoveel mogelijk kiezers kunnen krijgen. Ah, een verkiezingsprogramma. Ja. Nou, ik zou zeggen, lagere belasting, straffen naar misdaad, hogere investering. Nou, dus gewoon alles legaliseren eigenlijk. Nee, juist niet. En wacht nou eens even, lagere belasting, meneer de ex-burgemeester. Ja, voor de rijken natuurlijk en de gewone arbeider kan weer naar zijn centen fluiten, hè? Nee, Willem, de gewone arbeider kan eindelijk weer eens gewoon gaan arbeiden. Ja, zodat jullie ons weer kunnen uitbuiten. Daar gaan we weer, hè? Joop, hadden wij niet ergens een afspraak? Nee, jawel. Ik heb nog een nootje. Wij moeten weg, hoor. Ja, meneer Stevens. Joop, kom op, we moeten gaan. Ja, dan wacht nou even. Hup. Oké. Je moet het niet afspraken opschrijven, jongen. Nee, je hebt het toch opgeschreven? Je bent toch secretaris of niet? Willem, je weet dat ik gelijk heb. Jij laat je toch altijd weer inpakken door die rode propaganda. Wat rode propaganda? Dat is mijn stellige instelling. Ja, maar zo is het wel genoeg, alsjeblieft, zeg Willem. Zeg. Ja. Nu schiet mij ineens een vreselijke gedachte door het hoofd. Waar dan? Stel je voor dat die twee werkelijk in de gemeenteraad komen. Oh. Nee, vind me niks hoor, Piet. Nee, in mijn tijd betekent natuurlijk dat je bij elkaar was. Als je tijd voor jezelf wilde, nam je met Tresse. Precies. Nou, nee, dat zie je verkeerd. Kijk, als Anna iemand zoekt om me te helpen bij de studie, dan geeft dat mij ook weer tijd om wat voor mezelf te doen. Dat is goed voor ons allebei. Laat die oude mannen me praten, Piet. Ik vind dat je het heel goed oppakt. Dank je wel. Nee. Oh, dan zal je de nieuwe studievriendje wel hebben. Ja, ken je hem? Mogelijk. Nee, maar ze zal een of andere arme nerd gestrikt hebben met zoveel puist op zijn kop dat hij ze allemaal een naam kan geven. Ja. Mag ik jullie even voorstellen? Dit is Dirk van Leeuwen. Hallo allemaal. Hé, hey, Harry Buijs is de naam. Ah, de meesterkok. En ik heb van Anna begrepen dat Veer u nog steeds mist als burgemeester. Nou, als dat zou kunnen, hè. Hey. En dit is Millie. Hallo, leuk te ontmoeten. Hey. Dit is opa Willem. Ja. Hallo. U bent verantwoordelijk voor die schitterende tuin. Ja, dat is zo, ja. Nou, bedankt. En dit is mijn man, Piet. Ja, hi. Hey, Piet kerel. Oh. Ik heb het gevoel dat ik je haast al ken. Oh ja. Ja, Anna praat non-stop over je. Ja? Ja, Piet, de onvermoeibare dierenarts. Ik heb zelf ook wat ervaring als ranger natuurreservaat in Kenia met leeuw en olifant en zo. Misschien kunnen ze een keer een pilsje pakken en ervaring uitwisselen. Wat? Leeuwen in Kenia? Is dat waar? Nou ja, het is allemaal niet zo spannend hoor. Als je tenminste weet wat je doet. Ja, een oude mannetje heeft dat gedaan, wiens sporen we 3 dagen gevolgd hebben. Zo. Jij kent dat soort dingen natuurlijk wel, hè? Ja, nou ja, ik val wel eens in, hè, in de dierentuin. Ja, dat is toch heel iets anders dan in het wild? Ja, nou. Laatst ben ik aangevallen door een vreselijk kwaaie geit. Weet je nog dat ik thuis kwam met die enorme winkelhaak in mijn broek? Nou, dat had die geit gedaan. Geiten kunnen ontzettend woest wild zijn als ze gevaarlijk boos zijn. Geiten, nou, poeh. Hè? Kom, we moeten gaan. Natasja zit te wachten. Ja, tot ziens allemaal. Zeg, hebben jullie een kopje koffie of zo? Nee, hartstikke de volgende keer, Ja, dat is afgesproken, ja. Uitermate charmante jongeren. Heel sympathiek. Wat vind je ervan, zeg? Leven in Kenia? Ja. Hé, hey. En jij dan, Piet? Hm? Vond je het niet aardig? Jawel, ja, nee, dat was gewoon wat anders als ik me had voorgesteld. Zeg, dit wilde je toch?
Ja, ja, natuurlijk. Nee, maar ja, ik wist ook niet dat hij zo stoer zou zijn, hè? Best, je bent toch niet jaloers, hè? Jaloers? Ik heb hem? Nee, zo raar, natuurlijk niet. Luister, het heeft geen enkele zin in dit soort zaken om jezelf voor de gek te houden. Lieve, ik hou mezelf helemaal niet voor de gek. Ik vind hem echt aardig. Oeps. Hé, verdorie, Anna. Dat is nou de derde avond achter elkaar. Hey Piet, maak je geen zorgen, jongen. Ze is aan het studeren, ze heeft tentamen, ze houdt van jou en jij houdt van haar. Hi. Ik ben Dirk. Dirk van Leeuwen. Hier, zie je dit? Ja, dat heeft een olifant uit mijn hele arm eraf gerukt. Tijdens een worsteling ter ere van de verjaardag van Chief Malongo Patuti van de Matubu-stam. Maar gelukkig, dankzij mijn uitstekende conditie, groeide die binnen 2 dagen weer terug. Hi, ik ben Piet van Vliet en ik worstel met cavia's. Shit, Piet. Pak wat, hij heeft nog meer spieren. Oké. Okay. En hop. En hop. En hop. Au. Ah, dat vind jij leuk, Dirk. Moet jij eens goed naar me luisteren, mannetje. Ik hou van mijn vrouw, ja? En als je er ook maar met 1 vinger aanraakt, dan... Hallo, schat. Oh, hi, hi. Zal even je kussen op te schudden. Ah, lief van je. Ja. Hé, wat een dag. Ja, nou, ik heb ook een hele leuke dag gehad. Rustig wel, maar ook heel leuk. Ja, lekker tijd voor mezelf. Zo te gek. Oké, Van Vliet. Tijd voor actie. Ja, ik vind het echt hartstikke lief van je, hoor, Piet, dat je me bent komen halen. Maar Dirk had me ook naar huis kunnen brengen, hoor. Ja, nee, dat weet ik. Maar omdat we besloten hadden dat we elkaar wat minder vaak zouden zien, dacht ik van, kom, laat ik proberen je wat vaker te zien. Als verrassing, zeg maar. Ja, ja. Nou ja, dat meen je niet. Moet je nou kijken. Hallo, als u op ons stemt, dan zorgen wij ervoor dat die overal uithangborden kan ophangen zonder vergunning. Hé, hey, wil je even tekenen? We hebben alleen maar een handtekening nodig. En hoe gaat het met de campagne? Fantastisch. Hoeveel handtekeningen hebben jullie al? 1. En 2. Hé, hey, we hebben iemand van de krant gebeld. Er komt iemand hier naartoe om een stukje over ons te schrijven. We komen in de krant. Word lid van de Partij voor Vrijheid en Commercie. Ja. Als u hier tekent, dan bent u lid van de PVC. En wij zorgen ervoor dat al uw uithangborden gewoon op straat kunnen hangen. Waar u maar wilt. Nee, dat schiet ook op voor geen meter, zeg. Misschien moet je je platform wat verbreden. Nee, nee, ik bedoel dat je ook meer moet richten dan alleen maar uithangborden. Oh, ja, dat is misschien wel mogelijk, hè? Hey. Ja, nou trouwens, je bent lid, dus jullie hebben ook inspraak. Dus wat zouden jullie nou willen dat wij zouden doen dan? Oh, hey, wat dacht je van de steun aan de zeehondjes in Pieterburen? Dat is een goed idee. Goed idee, hè? Wij steunen de zeehondjes van Pieterse buren. Relatietherapie voor echtparen bijvoorbeeld. Wij garanderen relatietherapie voor echtparen volledig gesubsidieerd. Ja, niet dat ik er wat heb, want ik leg al een scheiding. Zeg, Piet, wat bedoel je daarmee, relatietherapie? Niks, maar ja, het gezin is de hoeksteen. Nee, het gaat erom dat ik minder tijd bij jou wil zijn, hè? Nee, natuurlijk niet. Jawel, jij begrijpt het toch niet echt, hè, Piet? Ik begrijp er eerlijk gezegd de ballen van. Hé, hey, is dat een suggestie? Als jij wil dat ik meer thuis kom studeren, dat is goed, maar dan wil ik wel 2 aparte slaapkamers. 2 aparte slaapkamers? Nee. Wij zorgen voor 2 slaapkamers per echtpaar, volledig gesubsidieerd. Dat bedoel ik natuurlijk niet letterlijk, Piet. Dat bedoel ik symbolisch. Ik ken ook symbolische slaapkamers. Ja, je kan lullen. Waarom niet meteen 2 aparte woningen? Oh, nou ja, ook best. Wij zorgen voor 2 woningen per gezin, volledig aftrekbaar van de belasting. Zeg, Harry, mag ik even alsjeblieft? Ik wil best thuis komen studeren, hoor, dat is prima. Maar jij wilde dat ik iemand ging zoeken om mijn bijles te geven. Wist ik veel dat je met Tarzan thuis zou komen? Wat? Dat is het? Wat? Jij bent jaloers, Piet? Ja, jij bent jaloers. Nee, ik ben niet jaloers. Ik haat jaloezie. Dat is tegen mijn principes. Daar zou nou een wet tegen moeten zijn. Nou. Wij geven 3 jaar cel voor jaloers echtgenoten. Ja, Harry, hou nou eens even je kop dicht, joh. Weet je wat ik nou graag zou willen? Politiek zonder eindeloos geleuter. Geef mij een politicus die zijn mond dicht kan houden en ik stem voor hem, oké? Tot aan de verkiezingen zal Harry Stevens, de lijsttrekker van de Partij voor Vrijheid en Commercie, zijn mond houden. Krankzinnig. Hey, nou, Piet, doe eens relaxed. Relaxed? Ik ben relaxed. Zie ik er niet vreselijk relaxed uit dan? Maak geen zorgen, mevrouwtje. We zullen dat varkentje wel even wassen.
Zo, dus je kan je handen niet thuis houden. Waar heb je het over, man? Nou, wat een mooie vrouwtje van je met dat blauwe oog. Oh, nee, maar dat komt niet door hem. Nee, wij snappen het wel. Je bent natuurlijk tegen een keukenkastje opgelopen of was het een tennisbal? Hockey. Nee, maar laat mij maar eventjes. Nee, Piet, het lijkt me niet verstandig. Als oh, jij denk je dat ik het niet aan kan, hè? Jawel, maar Piet, doe dat nou maar niet. Hey, laten jullie misschien onze vriend in rust. Hé, hey, bemoei jullie mee, man. Jongens, laat mij dit nou even opknappen. Hé, hey, Piet, rustig nou. Ja. Hey, hij daar is wel twee keer zo groot als jij, hoor. Nou in. Luister, je rommeke. Ik heb 2 jaar in Kenia gewerkt als ranger, ja? Hier, zie je die scheur in mijn jas? Heeft een leeuw gedaan, ja? Dus ik ben echt niet bang voor jou. Dus je laat mij en mijn vrouw voortaan met rust. Capies? Je bent echt gestoord, hoor, schat. Wat had je allemaal tegen me gezegd, joh? Ah, niks, hoor. Laat me even zitten. Dacht je dat een vechtpartij indruk op me zou maken of zo? Ah, wel nee. Nee, dat is stom van me. Ik was gewoon jaloers. Ja, oké, ik was jaloers. Hé, maar ik dacht dat we erover eens waren dat we wat meer dingen voor onszelf zouden doen. Ja, weet je, ik wil dat je wat voor jezelf ging doen samen met Brad Pitt. Nou, hij geeft me alleen maar bijles. Ja, weet ik wel. Hé, Piet, zo ken ik jou helemaal niet. Nee, ik jou ook helemaal niet, nee. Nee, is wel spannend, hè? Nou je net zegt. Heb jij misschien zin om... Hé, zullen we naar de boven gaan? Laten we dat maar doen, kneusje. Oh, ja, ik zal je helpen. Oh. Kom maar gauw. Oh. Kom maar. Zie je niet. De vertegenwoordigers van de nieuwe Partij voor Vrijheid en Commercie gaven een geheel nieuwe betekenis aan het woord verkiezingsstrijd door met 2 van hun potentiële kiezers op de vuist te gaan. Om vervolgens gearresteerd te worden. Nou, een uitzonderlijk begin van een politieke carrière, meneer Stevens. Ja, het was meer een soortement debat eigenlijk. Ja, debat. Hey, jongens, luister nog eventjes. Dit is ook... Het vocabulaire van de heren staat ongetwijfeld dicht bij de mensen, maar kan hier niet worden afgedrukt. Oh. Nou, de gemeenteraad weet niet wat ze mist. Nou, ik lach er maar om. Maar ik hou niet van die tomeloze agressie met als resultaat dat ik hier met een stelletje pandaberen aan tafel zit. Nee, meneer Buijs, u zal wel blij zijn dat we ons niet meer in de politiek begeven. Nee, het is ook niks. Voor eerlijke zakenlieden zoals ik en Jopie. Dat moet u toch niet zeggen, meneer Stevens. Dat moet u toch niet zeggen. Als u nou eens een goed boegbeeld voor uw partij had. Hè? Iemand met een groot charisma. Knap. Intelligent. Nee, jij niet, Jopie. Nee. Ik? Nee, Piet, natuurlijk jij niet. Nee, wij dachten aan... Derek. Oh.